Werther. Foukeboy. Die bal blijft binnen de witte lijnen. Bokkemans, Van der Elst, snel gespeeld. Boy, die kan trappen. Plaatst de bal. Stojanovic ging er wat aarzelend naartoe. Eerste gevaar na bijna 3 minuten wedstrijd. Foukeboy net naast. Werther, dat is een goede bal op Stalens. Antwerpen gaat massaal terug. Ocon, snel gespeeld. Maar de bal moet in de 16 meter komen. Dat doet Bokkemans dan maar. Stalens, dat is geen slechte kopstoot. Lorenzo Stalens van achter mij gekomen. En in de lucht is hij sterk. Paul van Imst zal het graag zien. Na 10 minuten. Bokkemans. Frankie van der Elst. Bezig aan een solide wedstrijd. Van der Heijden met Kiekens. Zoeken naar die goede beweging in de linkervoet. Kijk, daar is ze. Laag voor. Oh, Foukeboy, mooi. Zeer mooi. Deviatie. Een van de betere acties van een toch al erg goed voetballend Club Brugge. We spelen 25 minuten. Amokachi, wanneer laat die iets zien? Echt nog niet aan de bal geweest tegen Rudy Smits. Die speelt voor zijn plaatsje bij de Rode Duivels natuurlijk. Amokachi. Nu dan. Boy. Ja, dat is mooi. De combinatie was goed. Maar Boy stak hem net over doel. Het publiek is bijzonder tevreden, want Club Brugge laat iets zien en speelt met veel inzet. We zijn een half uur bezig en Club is baas, maar scoort niet. Dat is altijd gevaarlijk. Greven met links. Goed schot. Nee. Aangeraakt. Hoekschop. Maar het blijft 0-0. En hopelijk voor Brugge krijgen ze straks het deksel niet op de neus. Van der Elst. Waar naartoe? Want Antwerp is weer massaal terug. Rood en wit. Kreven, geen buitenspel. Ruimte op rechts. Kijken en voorzetten. Boy! Nee, Amokachi achter de rug. En het is ruim verdiend. 1-0. Daniel Amokachi. Zijn 5e goal van het seizoen. En iedereen is bijzonder tevreden. Kijk nog eens naar de voorzet van op rechts. Peter Kreven. Met 2 gaan ze er naartoe. Maar het is Daniel Amokachi die scoort. En Club zeer terecht op 1-0. Leenhof. Severijns goed meegenomen. Goeie beweging dan trappen. Lop. Ja. Sisse Severijns. Met een van zijn nummertjes. Blijft de meest onvoorspelbare spits in België. Net voor de rust. Maar het blijft 1-0 voor Club Brugge. Daniel Amokachi. Club op de counter. 10 minuten tweede helft. Amokachi gaat af op Broekaart. Steekt dan die bal tot bij Van der Elst. Boy neemt over. Nee, Bokkemans. Van der Elst met ruimte. Kijk eens. Goede combinatie. Voorzet. Amokachi. Nee. Smits haalt die bal nog weg. Beste kans na de rust. En ze is voor Daniel Amokachi. De wedstrijd blijft bijzonder aantrekkelijk. Werther. Losse vlodder. Amokachi. Niet echt opvallend vandaag, maar wel goed voor een goal natuurlijk. Smits. Hij krijgt die bal nog voor de goal. Hij is bijzonder snel, maar Boy kan de bal niet echt deviëren. Het tempo ligt wat lager dan voor de rust, maar Club is en blijft de gevaarlijkste ploeg. Broekaart. Segers. Antwerp komt. Met rechts getrapt. Niet ongevaarlijk. Segers met een afstandsschot. Maar echt onder druk komt Verlinde eigenlijk nooit. Na 22 minuten in de tweede helft. Van Verderen. Antwerp komt dan toch in de laatste 8-9 minuten. Tegen een lichtjes vermoeid ogend Club Brugge. Dat het tempo na de rust heeft moeten laten zakken. Segers gaat door. Voor en dan Verlinde. Ja, eindelijk toch nog eens Antwerp. Verspaaien. Bal houden is nu de boodschap zeker. Amokachi, ja, die houdt de bal. Tackelt zich in het bezit van de bal. We gaan nog eens kijken. Nog 50 seconden. Amokachi met links tegen Nico Broekaart. Een voorhoede op zichzelf. Deze Daniel Amokachi. De vermoeidheid speelde hem even parten. Maar Club wint hier hoe dan ook oververdiend met 1-0. Had ook meer kunnen zijn.